Ja, vrienden, kijk, daar hebben we hem. Royston zelf. Ja, ja. We zijn Royston nog Drenthe. Ja, we vinden hem terug, vrienden. In Moesia, daar zit hij nu. Klopt, klopt. Bij jou om de hoek, Harry? Ja, bij mij om de hoek. Maar ja, we mogen niet bij elkaar vanwege corona. Maar luister even goed. Ja, je zat bij Kozakken Boys en toen ineens was je weg en nou duik je op in Moesia. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit om zomaar even te zeggen. dat mag je wel even zeggen. Maar ja, Moesia, wat speelt hij? Wat speelt Moesia? Wij spelen Tercera División. Ja, ja. Rustig, mag ik even uitleggen. En dan ja, je mag het uitleggen, maar het is niet al te hoog, hè, vriend. Dat, wie zegt dat? Wat is niet hoog? Ik, dat zeg ik. Hoe weet jij dat dat niet hoog ik is? Ik heb dan gekeken, het was niet erg hoog wat ik zag. Nee, maar dan heb je niet goed gekeken. Ja. Dan heb je niet goed gekeken. Eigenlijk voor straf moet ik je dus naar Moersia laten komen of naar een wedstrijd. En dan ga je zelf zien van wauw, dat is toch een heel aardig niveau, ja. Ik ga er niet lang over beginnen, maar je hebt toch even een beetje zware tijd gehad, of niet? Want ik las allemaal over faillissementen. Weet ik veel... Ja, ik bedoel... Ja, ik... Maar goed, ben je daarmee klaar? Is het nou een beetje hup achter je, of... Ja, wat kan ik zeggen tegen je? Ik bedoel... Ja, ja, dat... Jij laat mij bijna niet uitpraten, joh. Ik zit er doorheen. Als ik iets wil uitleggen, dan ben je alweer aan de kant. Ik ga even mijn kop houden. Nee, dat is niet erg voor de rest. Maar zoals je het zegt, zware tijd, tuurlijk. Ik ben heel erg bewust van ups en downs, snap je? En zeer zeker aan het begin van de coronatijd, en dan praat ik zeg maar echt in maart toen het begon, toen had ik zeg maar nog niet eens door van oké, dit gaat waarschijnlijk heel erg effect op mij hebben. Nou, ik heb toen praktisch gezien 3 tot 4 maanden echt een serieuze burn-out gehad, waar ik zeg maar de eerste 2 maanden nog niet eens voor mezelf door had van pik, je hebt echt een burn-out, snap je? En pas later in de familie, ik kwam niet uit huis, ik ging niet naar de kapper, ik deed eigenlijk niks wat zeg maar de normale Royston altijd, waar hij altijd plezier in had. Begrijp je? Nou ja, dat heeft echt tijd gekost voordat ik zeg maar echt ging beseffen dat ik zeg maar toch wel gewoon hulp moest gaan zoeken om daar zeg maar een goede draai in te vinden. Nou ja. Iemand vroeg laatst aan mij, hoeveel kinderen heeft die Royston eigenlijk? Ik zei, nou geen idee. Dus iemand vroeg dat aan jou, daar geloof ik niks van. Hoeveel? Hoezo aan jou? Ja, zomaar, omdat ik zei, ik spreek Royston binnenkort. Hoeveel kinderen? Ik heb geen idee. Je weet het echt niet? Nee. Ik dacht dat je mij wel een beetje kort. In mijn beleving heb jij 2 of 3 kinderen of zo, maar... Nee, ik heb er 7. Ik heb er 7. Hoeveel? 7. 7 kinderen? Oh, Royston. Hallo, bij één moeder natuurlijk. Ja, maar dat weet jij stelt de vragen, jij kent de antwoorden daar al van. Nee, ik weet het antwoord niet. Nee. Niet bij één moeder, nee. Nee, niet bij één moeder, maar wel 7 kinderen. Klopt. Nou, ik vind het knap. Ik applaus je ervoor, hoor. Het is geen kwestie van knap. Het is een kwestie van hoe het leven is gelopen. En tuurlijk, je bent niet altijd trots op bepaalde keuzes die je hebt gemaakt. Maar dat neemt niet weg dat mijn kids hebben daar niks mee te maken, snap je? Dus... Wat dat betreft... Zo is dat. Maar luister goed. Ik heb geen enkel kind. Ik heb een 0. Dus is dat 7-0 voor, hé. Hallo, hé. Royston Drenthe, Harry Vermeegen, 7-0. Goeiedag, zeg. Ik kijk van de week tv. En wat zie ik? Ja. De Mokro Mafia. Oh ja. Hé. Hey. Ze anderen ja, kunnen. Sterke rol. Hoe heet je in de serie? Hoe ik in de serie heet? Ja. Frankie de Prof. Frankie, ja. Ja, voor mij gewoon een superleuke ervaring. Om het feit dat het is iets nieuws. Het was iets nieuws, laat me het zo zeggen. Nu heb je natuurlijk al een hoop ervaring opgedaan op de set. Je weet hoe je jezelf moet instellen om te acteren. Je weet hoe vaak je overnieuw zou moeten. Om zeg maar iets moois te kunnen neerzetten. Maar op het moment dat je dan die glans in die regisseurs in ogen ziet, dan weet je van oké, dit is dope. Dit vinden ze leuk om te zien. Ja, super tof. Ik weet nog dat ik werd benaderd voor casting. Ja. En dat ik eigenlijk geen moment heb getwijfeld om dat te gaan doen. Om het feit dat ik had zoiets van, dit is altijd wel
waar ik over heb gesproken als ik bepaalde films zag op Amerikaanse basis van rappers en artiesten of gasten die al wat hadden bereikt, maar die dan ineens in films tevoorschijn kwamen. Dat ik altijd mezelf dacht van, hé, dit wil ik ook, man. Dit kan ik ook. Begrijp je? Maar ja, het kwam nooit op mijn pad en uiteindelijk kwam Mokromafia op mijn pad, dus daar zeg je geen nee tegen, inderdaad. Hey, luister, rap je nog een beetje, of niet, de laatste tijd? Of zijn we klaar met rappen? Je wil iets horen? Ja, kom op. Daar gaat hij, jongens, daar komt hij, hè. Hey, Royce gaat even rappen, jongens. Hey, allemaal in de riemen, iedereen klaar? Daar gaat hij, hoor. Even kijken, wat kan ik voor jou... Nee, ja. Ik ga het heel simpel doen. Ik ga je gewoon eventjes een stukje laten horen van die noemen. Nee, je gaat er verder mij. Nee. Je gaat je er niet makkelijk van afmaken. Nee. Kom op. Even wachten. Nee, je gaat er gewoon even. Ja, oké. Even wachten. Ik ga, zie je, dat is beetje... nou weer typisch Royce, jongens. Dan wil je er weer makkelijk van afmaken. Nee, luister. Nee. Luister. Wacht. Ja, luister. Nee, je gaat rappen voor mij. Kom op. Geloof in jezelf, maat, mama trots. Never give up. Wil je wat bereiken, geef jezelf de tijd en open je mind. Wil je wat bereiken, geef jezelf de tijd en open je mind. Never give up. En maak mama trots. Blijven werken voor de kost. En geef nooit op, alles komt met de tijd. Blijven hopen. Doe voor het oog, het leven is zo mooi, maar niet altijd wat het lijkt. Slangen op je pad vol negatieve energie. Negatieve positieve kiri. Never give up. Never give up, jongens. Juist, kijk, ik denk dat jij daar sowieso wel een goed voorbeeld van bent. Ja, altijd doorgaan. Maar goed, jongen, kijk die smile, jongens. Kijk, als ik zo naar je kijk, jongen, Royster. Dan zit je goed in je vel, man. Ja, dat zeker. Het zal er niet om liggen. Nee. Ik heb me slechter gevoeld. Ja, nee, Royster is weer op het goede pad, jongens. Royster is weer helemaal huppatee. Dankjewel. Ja, dat vind ik leuk. Goed om te zien. Wat wil je nog zeggen tegen de mensen die hier naar kijken? Ik wil sowieso zeggen tegen de mensen die hier naar kijken. Harry ken ik al heel lang. Ik heb heel veel dingen samen met Harry gedaan in het verleden wat betreft rondom de voetballerij. En daar zie je ook een mens groeien. Nou ja, ik in die tussentijd heb voor mezelf zoveel nieuwe dingen mogen zien en zoveel lelijke dingen mogen zien. Maar dat neemt niet weg dat, zoals ik eerder aangaf in de track, never give up. Blijf positief voor jezelf. Hou van de mensen die van je houden. Never give up. En laat niemand je nooit vertellen dat iets niet mogelijk is. Begrijp je? Alles is mogelijk voor iedereen. Als je maar de juiste instellingen. Kijk, jongens, onthoud dat even, hè. Nou, Royster, ik ga je gedag zwaaien, jongen. Is goed, Harry. Hey. Groet aan de vrouw thuis. Hey, ja. Jongen, all the best. Is goed, wederzijds.